Ik werk als verpleegkundige, nu bij GGZ Julianaoord in Laren. Ik ben anderhalf jaar geleden ben ik begonnen als zelfstandig ondernemer en werk ik voornamelijk in de verslavingszorg en in de GGZ. Ik werkte al, ik denk zo'n 10 jaar in loondienst. En mijn vriend die ging elke zaterdag bij je werken. En ik vind het ook nog eens heel leuk om te gaan werken. Ik zie het niet echt als werk altijd. Dus ik had toen de keuze gemaakt om elke zaterdag als ZZP'er aan de slag te gaan. Nou, het allerleukste wat ik echt aan mijn werk vind, dat is vooral het contact met de cliënten. Omdat ik het heel belangrijk vind om mensen perspectief te bieden. En daarbij ook zeker te benoemen dat ik zelf geen makkelijk leven heb gehad en ook dingen heb meegemaakt. Waardoor ik ze ook dat stukje erkenning kan geven en ook kan laten zien dat er in ieder geval hoop is voor iedereen. En daarbij is het denk ik ook wel heel kenmerkend dat ze altijd wel zullen zeggen dat ik een lach op mijn gezicht heb. Ik heb voor Randstadzorg gekozen omdat ik uit mijn netwerk te horen krijg dat het heel fijn samenwerken is. En nu ik samen met hem werk, heb ik dat zelf ook ondervonden. Daarbij helpen ze me ook dus mijn netwerk te vergroten om leuke passende opdrachten te vinden.